Breda nu. Je weet het meteen. Ja, vandaag hebben we weer een onbekende sport. Breda nu besteedt heel veel aandacht aan sporten die niet zo bekend zijn. Ja, deze sport deed ik vroeger ook wel bij de gymles. Ik vond het iets wat saai. Je doet het wel samen met dames. De heren en de dames spelen in veel gevallen samen. Ik laat me vanavond gewoon verrassen hoe leuk korfbal is. We zijn bij Terda. Dat ligt achter de ijsbaan aan de Ter Heidenseweg in Breda. Dus kijk even mee. Ranka, kort langs. Omdraaien en uitstrekken. Even wachten tot Anouk hem heeft. Ja, achterom, maar Anouk dichtbij. Kort langs, naar voren, omdraaien. Prima. Blijf kijken, Merel. Goed zo, inname gooien. Oké, nu weet. Ja, maar de kant op. Je krijgt hem, ik schiet. Nee. Hop. En omhoog. Keurig. Anja, jouw training wordt nou even overgenomen door een assistent, hè? Ja, dat is heel leuk. Ik geef ze af en toe de vrijheid om zelf een stukje training over te nemen. Dan kunnen ze zelf hun eigen kennis weer overdragen op medespelers. En nemen ze ook een stukje verantwoording in het uitdragen van het trainersvak eigenlijk. Hè? Jong geleerd, oud gedaan. Ja. Want hoe wordt korfbal gespeeld? Met hoeveel man speel je het eigenlijk? Jou ook meisjes dus, hè? Meisjes en jongens bij elkaar. Korfbal staat eigenlijk uit twee vakken. Je hebt een aanvallend vak en een verdedigend vak. En in elk vak staan eigenlijk vier spelers. Twee heren en twee dames. En in het andere vak staan twee aanvallende spelers. Twee heren en twee dames. Dat is vanaf deze leeftijd, vanaf een jaar of 10. En onder de 10, dat is dan een soort D-viertal, kan je spelen. Dan speel je eigenlijk net als een basketbalveld. Dan is het gewoon overrennen met vier spelers in één team. En het kunnen jongens en meisjes door elkaar zijn. Ja, je bent dus verdediger, maar ook als aanvaller eigenlijk. Je hebt twee functies binnen de korfbal. Het is alleen gescheiden. Zodra twee doelpunten vallen, maakt niet uit door welke partij. De aanvallende partij of de tegenstanders of de thuisspeler of uitspelende partij. Dan wordt er gewisseld. Dus om de twee doelpunten wordt er gewisseld van vak. Dan gaat de verdedigers oversteken naar het aanvallende vak. Dan mogen ze daar gaan aanvallen. En de verdedigers uit het ene vak steken over naar het andere vak. En dan mogen ze daar gaan verdedigen. Ja. Ja. Mag je vaker een doelpoging ondernemen? Zoveel mogelijk als kan. Mogelijk. Ja, oké. Okay. Wanneer heb je een doelpunt gemaakt? Een doelpunt is gemaakt als de tegenstander jou niet probeert, niet genoeg voldoende probeert te verdedigen. Dat doe je door de hand eigenlijk zo hoog mogelijk boven die bal tegen te houden. Tegenstander is niet alert, dus je kan wegtrekken bij een bal en schieten. En de tegenstander moet dan mee. Dus je moet actief meebewegen met de aanvallende partij. En als je dan dus weet die bal te krijgen van een medespeler, want je mag zelf niet lopen met die bal. Dus je moet hem ontvangen van een medespeler. Daarom is het ook goed dat je moet samenspelen. Als je dan de bal krijgt en je weet hem bovenlangs door een paal heen te krijgen, dan heb je een doelpunt gemaakt. Ja. En wat is er allemaal geoorloofd om de bal tegen te houden? Ik ben zelf wel iemand die wel fanatiek is. Dus ik wil graag dat ze voor een bal vechten, maar op een sportieve manier. Dus je mag best jezelf breed maken en zorgen dat je die bal krijgt. Maar het is niet de bedoeling dat je tegenstander eerst een duw geeft en dan de bal bemachtigt of over de bal heen valt. Nee, het is helaas geen voetbal, het is korfbal. Het gaat om snelheid en tactiek en bewust proberen die bal goed in de handen te krijgen. En ook meer doorgaan. Ja, ik sta hier bij Jelte en Zep. Wat hoor ik nu? Zijn jullie overgestapt van voetbal naar korfbal? Ja, dat klopt. Ja. Ja, het ging niet zo goed bij de voetbal en toen korfbal altijd gezellig. En is het ook sportiever? Nou, ik vind eigenlijk alle sporten zijn sportief, maar ik heb 6 jaar gevoetbald en ik vond dit uiteindelijk leuker. Want eigenlijk doet mijn hele vaderskant van mijn familie die korfbalt. Ze zeiden ze van, ja, ga eens korfbal proberen. Nou zit ik erop en dan vind ik het leuk. Ja. Is het ook leuk om met meisjes samen te spelen? Ja, dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Ja, dat is mooi. Maar daar doe je niet voor?
Een beetje. Nee, nee, nee. Nee, toch niet. Het is gewoon een hele leuke sport. Ja, ja. Okay. Zeker. Daar ben je! 2-2, heren, 2-2. Bang! Netjes, Robin. Partij. Kaasje. Benne. Jij geeft hier training. Hoe bijzonder is het om de studenten samen te spelen bij Terda? Studenten is erg leuk om te doen. Het zijn allemaal jonge, enthousiaste mensen. Vanuit thuis uit zijn ze gewend om te korfballen en ja, ze zitten hier nu op kamers. En ze willen eigenlijk nog wel korfballen, maar door op en neer reizen is eigenlijk niet te doen voor ze. Dus bieden we ze hier een mogelijkheid om door de week te kunnen trainen. En in het weekend thuis bij de eigen team wedstrijden te spelen. Oké, dus jullie spelen eigenlijk met jullie team hier geen wedstrijden? Nee, voor studenten hebben wij op dit moment nog geen wedstrijdgroep. Nee. Door de jaren heen hebben we altijd wel studenten bij de club aanzien komen waaien. Maar altijd maar 1 of 2 jaar of zelfs maar heel kort. En dan gaven ze vaak aan van we missen iets, we missen een beetje de gezelligheid van wat meer studenten. Ja, en zodoende eigenlijk 3 jaar geleden besloten om bewust actief een studentengroep op te gaan zetten. Daarmee hebben we de samenwerking met Bres hebben we opgezocht. Ja. En ja, zo hebben we eigenlijk een groepje studenten bij elkaar gekregen wat een eigen trainingsuur heeft en ja, een gezellige avond heeft. En ja, je ziet ze nu ook langer blijven hangen. Ja. Want er zit toch wel een niveauverschil tussen de verschillende spelers, denk ik, hè? Ja, de trainingsgroep op dit moment is toevallig vanavond aangevuld met een aantal spelers van het eerste die graag nog een keer extra wilden trainen. Ja, dus je ziet wel de spelers van het eerste hier, die zijn wat sterker. Maar ja, ze vinden het ook allemaal even leuk om gewoon een balletje te gooien en de wat mindere ook wat gewoon wat bij te leren. Ja, ja, je trekt elkaar een beetje op zo, hè? De sterke of degene die hoger speelde, die trekken die anderen ook mee, hè? Ja, inderdaad. Er is in de studentengroep behoorlijk wat niveauverschil. Maar daarom is de insteek ook niet zozeer van er is één iemand die training geeft. Maar het is gewoon een groep gezamenlijk en iedereen leert van iedereen. Want ook de betere korfballers kunnen van de mindere korfballers zeker nog dingen leren. Jullie kunnen nog zeker studenten gebruiken hier in het team? Wij kunnen zeker nog studenten gebruiken. Ja, het is een hele leuke groep. Het uiteindelijke doel is om hier bij Terda echt een studententeam te krijgen wat midweeks competitie gaat spelen. Ja, vanavond weer een hele nieuwe sport, CrossFit. Ik sta hier allemaal tussen zwetende mannen en vrouwen. Die staan zich in het zweet te werken. We zijn bij CrossFit Climbers Cabin aan de Terheidenseweg. En ik heb zo dadelijk even een gesprek met mensen die hier aan de sporten zijn. We staan uit 3 rondjes. Dus 1 hoek, maar 2 verschillende. Wat voor mensen doen aan CrossFit? Eigenlijk allerlei soort mensen. We hebben mensen met overgewicht, we hebben sporters, net zoals hockeyers, volleyballers, die een stukje beter willen worden in eigen sport. Dus we gebruiken dit eigenlijk als strength and conditioning program om beter te worden in eigen discipline. En we hebben mariniers, we hebben politiemensen, we hebben brandweerlieden die ook gewoon een stukje fitter willen worden en beter willen worden in hun vak wat ze daarnaast doen. Maar het grootste gedeelte bestaat gewoon uit mensen die gewoon wat fitter willen worden, die wat afvallen, die wat sterker willen worden, die wat beter willen bewegen in hun eigen lichaam en die gewoon op zoek zijn naar een uitdagende sport. Wat is eigenlijk, om precies te zijn, CrossFit? CrossFit, ja, dat is altijd heel lastig om uit te leggen om in een paar zinnen dat even door te nemen. Maar
Als je het omschrijft binnen CrossFit, dan noemen we het altijd constant gevarieerd functioneel bewegen onder een hoge intensiteit. Nou, het zijn allemaal lastige termen. Het is eigenlijk een combinatie van allerlei verschillende Olympische sporten, waaronder turnen, waaronder gewichtheffen, op allerlei verschillende manieren. Dus we kunnen zware banden duwen, trekken, zware ballen optillen, zware gewichten boven ons hoofd optillen. Daarbij hebben we ook nog heel veel conditionele oefeningen, dus we doen rennen, roeien, fietsen, springen, sprinten. Dus eigenlijk alles wat je lichaam met kan doen, dat willen wij ook doen. Dus wij specialiseren door niet te specialiseren. En in CrossFit zijn we eigenlijk op zoek naar de fitste versie van onszelf. Dus we zijn eigenlijk heel erg breed en je kunt echt je grenzen verleggen. Ja, precies. Je kan hier echt je grenzen verleggen. Het is niet alleen als je je lichamelijk traint, maar het is ook echt een mentaal als je je grens wil verleggen. Want je komt jezelf vaak tegen, omdat het heel zwaar is. Het is niet alleen zwaar van conditioneel, maar ook qua gewicht. Want qua kracht word je sterker, maar ook technisch. Je zult hier niet alles in één dag kunnen. Dat is ook echt een jarenlang proces. En je zult daarin merken dat je jezelf steeds verder kan pushen. En dat je steeds dieper kan gaan en dat je steeds sneller, sterker, explosiever, et cetera, kunt worden. Zijn er ook mensen van rond de 50 of ouder die deze sport doen? Ja, we hebben hier in principe alle leeftijden. De minimale leeftijd is wel rond de 15 jaar. We hebben hier ook oudere mensen die binnenkomen. Die bijvoorbeeld, als je al heel lang een kantoorbaan hebt gehad, dan zit je toch wel redelijk vast in je spieren. En dan verlies je wel wat conditie en wat kracht. Die komen hier ook binnen. Als wij programmeren, dan programmeren we altijd voor de beste in de gym. Maar we schalen voor de rest. Dus het zou goed kunnen zijn dat één iemand met 100 kilo staat te werken. En de persoon daarnaast staat met 10 kilo te werken. En alle oefeningen en alle bewegingen die we doen, die zijn schaalbaar. Dus dat wil zeggen dat we een versie hebben voor iedereen zijn of haar fitness. Dus het is, in principe kan iedereen meedoen. Vaak lijkt het wel dat het mentale barrière is. Omdat je ziet soms mensen hier die wel groot en sterk zijn en die veel gewicht tillen. Maar in principe is het toegankelijk voor iedereen, want iedereen kan werken op zijn of haar eigen niveau. Dus dat is altijd wel heel tof. Je hebt allerlei soort mensen door elkaar in de les trainen. Ja, dus als je ongeoefend bent, dan kun je hier ook goed uit de voeten. Ja, precies, inderdaad. Het is een ideale trainingsmethode voor iedereen om gewoon beter te worden, fitter te worden op zijn of haar eigen manier. Dus iedereen begint op je eigen niveau en vanuit daaruit bouw je langzaam een progressie op tot je steeds weer een beetje fitter wordt. Ja, precies. Het is inderdaad heel belangrijk dat je wel eerst de juiste kracht en techniek hebt voordat je wil opbouwen in intensiteit. Dus je moet het lichaam niet te veel stressen als je hier net komt. Dus je moet wel eerst zorgen dat je juist beweegt en dat je de juiste kracht hebt om de gewichten op te tillen. Maar als dat allemaal op zijn plaats is, dan kan dat in principe vrij weinig schade opleveren aan je lichaam. Als je gaat kijken bijvoorbeeld naar voetbal, dan ben je vaak wel meer in spelvorm bezig. En heb je iemand die met een gestrekt been op je been invliegt, dan loop je al snel blessures op. Maar als je hier langzaam stap voor stap opbouwt, dan maak je je lichaam juist sterker en dan is de kans op blessure juist minder. Is voeding ook heel belangrijk? Ja, voeding is uiteraard heel erg belangrijk. Ook rust is enorm belangrijk, dus genoeg slaap te krijgen. En voeding is ook uiteraard heel belangrijk. Wij raden onze leden altijd aan om zoveel mogelijk onbewerkt voedsel te eten en zo dicht mogelijk bij de natuur te blijven. En dan zul je ook merken dat je veel meer progressie maakt als je hier komt trainen. We hebben een inkijkje gehad in jullie sport. Mochten mensen interesse hebben, waar kunnen ze dan terecht? Ze kunnen terecht op www.crossfitclimberscabin.nl of ze kunnen terecht bij ons op de Facebookpagina. Ze kunnen altijd aanvragen voor een proefles. In de proefles gaan we nog dieper in over wat CrossFit precies inhoudt, wat wij als gym voor jullie kunnen betekenen en hoe wij samen gaan werken aan een fittere versie van jouzelf. En we nemen daar ook een CrossFit workout door, zodat je krijgt zelf onder handen krijgt van wat we nou precies doen en ook het gevoel krijgt van wat een CrossFit workout nou precies inhoudt. Je hebt de training gehad. Ja. Kun je het moment herinneren dat je voor de eerste keer hier kwam? Ja, dat is ongeveer anderhalf, twee jaar geleden. Toen was ik heel erg zoekende wat ik nou echt wilde. Ik heb altijd gevoetbald en daarna ben ik een beetje gaan fitnessen. Maar daar kon ik niet alles in kwijt. En toen anderhalf jaar geleden heb ik een documentaire gezien op Netflix. The Fittest on Earth. Dat ging over de Games. De grootste wedstrijd van de wereld eigenlijk binnen de CrossFit. Toen dacht ik, daar wil ik ook. Gewoon je lichamelijk en fysiek en mentaal ook zo erg tot het einde drijven. Ja, dat is wat ik gevonden heb anderhalf jaar geleden.
Heel wat anders dan voetballen. Ja, is heel wat anders dan voetballen, ja, zeker. Zeker. Heb je gemerkt dat je ook minder blessures oploopt? Als je fatsoenlijk en goed traint wel. En ben ik heel blij dat ik zulke goede trainers heb. Want zonder goede begeleiding moet je er eigenlijk niet eens aan beginnen. Het is natuurlijk lichamelijk heel zwaar. Maar onder de goede begeleiding dan komt het allemaal goed. En ik heb vergeleken met voetballen heb ik erg weinig blessures gehad de afgelopen anderhalf jaar. Ja. Welke eigenschappen moet je bezitten om een goede crossfitter te zijn? Eigenschappen, dat is best een goede vraag. Ik denk discipline, dat sowieso. Discipline, doorzettingsvermogen. Want het is een wedstrijd tegen jezelf. En als je dat niet ziet, dan kun je er ook beter niet aan beginnen, denk ik. Tenzij je dat wel wil bereiken, want dan kan je het natuurlijk heel mooi met CrossFit doen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Doorzettingsvermogen en discipline. Stap mooi in beeld, Dudo. Breda nu. Je weet het meteen.